Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zondag. Want dan speelt NEC uit tegen FC Utrecht. Nou, thuis werd er gewonnen met 3-0. Andere fase van FC Utrecht, want nu met Ron Jans lijkt alles toch er beter voor te staan. Nou ja, sinds de komst van Ron Jans uiteraard hebben ze denk ik een hele goede serie achter de rug. Waarin ze heel lang niet verloren hebben en uiteindelijk dan bij Ajax wel verloren. En een aantal keren gelijk gespeeld, maar ook veel gewonnen. En je ziet wat meer duidelijkheid in de manier van spelen. En ja, ik vind ook dat ze goede spelers hebben. Dus dat is wat ons betreft een lastige wedstrijd. Net als Heerenveen en Sparta, directe concurrenten. Dus dan gaan we proberen een goed resultaat te halen. Afgelopen zondag zat hij op de bank, kon hij niet spelen, want ja, Kelvin Verdonk was vader geworden. Ja, Kelvin, nog gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hoe voelt dat, vader? Ja, goed. Heel mooi. Het is eigenlijk niet te beschrijven hoe het voelt. Nu ook steeds als ze thuis komen, heb je zo'n kleine die op je wacht. Dus heel goed gevoel. Ja, ze zeggen altijd, je verandert gelijk als persoon. Geldt dat ook voor jou? Ja, dat zei ik laatst toevallig ook tegen mijn vriendin. Vanaf het moment dat ze geboren werd, voel je gewoon de verandering in je lichaam eigenlijk. En ja, wat je zegt klopt wel, ja. Is natuurlijk wel een kroon op een toch al mooi jaar voor jou, hè? Ja, zeker. Ik heb het al eerder gezegd, alles valt nu goed op zijn plek, thuis, hier op de club. Dus het kan overal alleen maar mooier worden. Hier bij NEC kan het ook alleen maar mooier worden dit jaar. Nou, was je of ben je in gesprek met NEC? Hoe zijn die gesprekken? Hoe ver ben je? We zijn nog steeds in gesprek. We zijn nog aan het onderhandelen en we gaan zien wat daaruit uitkomt. Ja, want in Spanje zei je tegen mij van ik wil best wel nog eigenlijk een keer naar het buitenland als er een leuke club komt. Anders ben ik hier ook wel op mijn plek. Ja, ik weet het niet. Stel voor, er komt een leuke club in de zomer. Ja, dan moeten we gewoon met de drie partijen, met mij, de club en de andere club, kijken wat voor situatie het is. Dus ja, het is nu moeilijk om te zeggen wat ik wil eigenlijk. Is ook wel verleidelijk, hè? Als je misschien hier ook nog gewoon Europees voetbal kan halen. Ja, tuurlijk. Dat speelt ook allemaal nog. Dus ik heb geen haast, de club heeft geen haast en ja, niemand heeft haast eigenlijk. Ja, dan even kijken naar die wedstrijd van zondag. Want wie kan er spelen? Oftewel, wie kan er niet spelen? Dirk uiteraard is nog geblesseerd. Charon is er zondag niet bij. Dat zijn ze, denk ik. Ja, hoe is het met Charon? Ja, goed. Dat is, ik weet niet of ik dat kan zeggen, een minimale blessure. Maar zondag is de kort dag. Nou, wat we net ook al zeiden, daarna heb je een week geen wedstrijd en dan verwacht ik hem er weer bij. Ja, vorige week zei je van ik hoop dat Dirk na de interlandperiode weer kan aansluiten. Zit dat er nog wel zo in? Aansluiten. In ieder geval dat hij ook weer op het veld aanwezig is. Nou, dat is deze week voor het eerst geweest in lopen. Nou, dat zou volgende week uitgebreid moeten worden. En ja, dan moeten we ook zien hoe het gaat. Binnen gaat alles goed en buiten worden natuurlijk meer voetbal gerelateerd. Dus dan moeten we ook afwachten. Maar ik heb wel goede hoop dat hij ergens daarna erbij is. Ja, bij FC Utrecht lopen natuurlijk ook een aantal oude bekenden rond. Denk even aan Matthijs Brandenhorst, Ole Romani en Soufiane El Karawani. Leuk om tegen te spelen? Ja, zeker. Het is altijd leuk om tegen oude bekenden te spelen. Het is ook altijd leuk om Utrecht uit te spelen met de fans die ze hebben en het stadion. En ja, ze hebben gewoon een hele goede selectie. Alleen wij zitten er zo goed in en moeten gewoon vol voor de winst daar gaan. Ja, dan willen ze het hier eigenlijk helemaal niet over de bekerfinale hebben. Het is een beetje het verboden woord geworden. Nee, dat komt allemaal wel. Maar het leeft in Nijmegen, het leeft overal. En er worden van allerlei dingen georganiseerd. Er worden nummers opgenomen. Nou, twee nummers ben ik al bij geweest om op te nemen. Kijk, vorige week hier ergens in een kelder werd er wat opgenomen. Hebben jullie deze nog? En vele jaren later, toen kwam ik er nog steeds. Nou, dat moet leuk worden. En gisteren waren de opnames van Dansje de hele nacht met mij. Met een bijzonder gezelschap. We pakken hem ergens wel. En daarom dans toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt, heb jij al lang gezegd. Die droom van jou is niet zo slecht. Ja, die droom van jou en mij is echt. Laat me mij, ik had het liefst met jou, maar wat
achter jij. Ja goed, heb je toch een klein voorproefje hoe dat er gisteravond aan toe ging ergens in Nijmegen. Nou, dat komt allemaal de komende weken uit om ons allemaal alvast een beetje in die stemming te brengen natuurlijk richting die bekerfinale van 21 april. Maar wij gaan richting die wedstrijd van zondag tegen FC Utrecht. Die is dan de tegenstander, kunnen niet bij zijn. RN7 is erbij op de radio, dus je kunt weer live inschakelen en alles meemaken. En wij zijn natuurlijk heel snel weer met een nieuwe update. En ik denk dat Kelvin Verdonk nu naar huis gaat. Ja, even douchen, eten en ijs. Juist, naar de kleine. Ik zeg graag tot de volgende.